Maar hoe herken je nou of je diabetes hebt? Mensen met diabetes zijn dus niet meer in staat om het hormoon insuline aan te maken en daardoor stapelt de suiker zich op in het bloed en kunnen de cellen niet meer die suiker gebruiken om energie mee op te wekken. En daardoor ontstaan er diverse symptomen. Allereerst probeert je lichaam van dat suiker af te komen. Je gaat heel veel plassen. Het is gewoon lozen van die suiker via je urine. Nou ja, als je heel veel plast, dan moet je ook weer heel veel drinken om dat vocht weer aan te vullen. En daardoor heb je enorme dorst. Maar je lichaam kan niet meer suiker gebruiken om daar energie uit te halen. Dus je lichaam moet iets anders vinden. Je lichaam gaat heel erg snel vet verbranden. Je valt enorm af in een hele korte tijd. Binnen 3 weken kan je gerust 15 kilo afvallen als je diabetes type 1 krijgt. Maar dat heeft een probleem omdat er heel veel afvalstoffen bij vrijkomen bij vetverbranding. En als het zo snel gebeurt, kan je lichaam niet meer die afvalstoffen kwijtraken. En wat je dan krijgt is onder andere acetonadem. De adem gaat letterlijk naar nagellak remover ruiken. Dus als je dat ruikt, dan is er serieus iets aan de hand. En minder moeilijk of minder makkelijk om door te hebben is dat veel mensen misselijk en moe zijn op het moment dat ze suikerziekte hebben.